Een verrijkte publicatie bestaat uit een online publicatie, meestal in de vorm van tekst. Aan deze publicatie kunnen bronnen worden toegevoegd, zoals onderzoeksgegevens, afbeeldingen, video, audio en links naar andere relevante artikelen. Dit heeft als voordeel. Dat onderzoeksmaterialen herbruikbaar worden en dat onderzoek inzichtelijker en reproduceerbaar wordt. We werken met heel veel verschillende soorten publicaties. Dus artikelen, jurisprudentie, commentaar bij de jurisprudentie. En daar wilden we overzicht in, in krijgen. En de escape editor die, uh, biedt, dat, biedt de mogelijkheid om dat overzicht te krijgen. We hebben hier een annotatie dat gaat over de sluiting van de woningwet. Uh, om dit grafisch weer te geven kunnen we dit ook laten zien in een, in een grafiekje. Uh, een ambtenaar zit met een poepende hond in een, uh, een tuin van een burger en een andere burger heeft daar last van en zoekt op poepende hond, vindt zo'n uitspraak, vindt daarbij commentaar, vindt daarbij een, een, een artikel die verschillende mogelijkheden uh, beschrijft. Waar die ambtenaar misschien normaal zijn standaard trucje inzet, bijvoorbeeld de woning dicht timmert, uh, wordt er nu op de mogelijkheid geboden om gewoon die tuin op kosten van die hondeneigenaar schoon te maken. En zo'n verrijkte publicatie in die escape omgeving, die biedt op één oogopslag gelijk andere mogelijkheden voor hetzelfde probleem.